Mijn gast is presentator, schrijver, maar vooral hoogleraar wetenschapscommunicatie. Hoe bereik je het grote publiek met belangrijke wetenschappelijke vraagstukken? Welkom. I came here today to warn you about the dangers of ice cream. You may not be aware of this, but these innocent looking cones full of sweetness are one of the major causes of drownings. Nou, ik ben benieuwd. Laat je horen voor Jonica Smees. Wat super dat je er bent. We gaan het straks hebben. Ik ben heel benieuwd waarom ijsjes zorgen voor verdrinkingsdood. Dat ga je vast uitleggen straks. Maar ik heb ook nog iets anders, namelijk nieuws. Jij bent namelijk genomineerd voor een hele belangrijke prijs. De Irispenning. En wij, ik kan kijken of dit het spannend kan maken. Wij mogen bekendmaken. Het zou heel stom zijn als je hem nu niet had gewonnen. Wacht even. Wij mogen bekendmaken. Je hebt hem gewonnen! Dit is heet nieuws. Dit is echt nu bekend. Maken wij nu bekend. Maar het is een beetje dom van mij, maar misschien kan je het toelichten. Want jij wist al dat je genomineerd was en dat je hem zou gaan winnen. Wat is de prijs? Ja. Ja, het was meer voor jullie een verrassing dan voor Jonica. Ja. Ja, het is een prijs voor mensen die dus met wetenschap een breed publiek weten te bereiken. Hij is een paar jaar terug ingesteld door een paar van onze geweldige wetenschapsmusea. Dus NEMO, Tijlers, Boerhaven. Ja. En hij wordt volgende week uitgereikt tijdens een heel fancy diner. De avond van wetenschap en maatschappij. Wat cool. En het heet de Irispenning. Weer een domme vraag. Wie is Iris? Ja, Iris, dat was de Griekse godin. En die bracht de boodschap van de goden. Naar het volk? Oh, dat wist ik wel. Via de regenboog. Via de regenboog? Ja. Wow, het is een hele woke godin dus eigenlijk. Ja, ja, het is ook soms wat ongemakkelijk. Want ik denk ook dat als je het goed doet, dat je ook de andere kant op gaat. Hè? Dat je ook de boodschap terugbrengt misschien. Ja, maar in deze tijden is dat ook belangrijk. Ja, ja. Maar nee, het is echt wel een heel toffe eer om die prijs gek. Te krijgen. Wat gek. Hij bestaat er niet zo lang, toch? Nee, dus de prijs is er nu dus de vijfde keer. En wat wel grappig was, toen die werd aangekondigd, in 2019... toen was ik natuurlijk al aan het werk op dit gebied. En toen zei ik tegen een vriend van, oh, weet je, dat is echt te gek. En er komt een speciale prijs voor ons werk. Het zou toch wel echt fantastisch zijn als ik die zou winnen. Ja. En toen zei die vriend van, ja, maar Jonica, jij hebt zo'n prijs eigenlijk helemaal niet nodig. Je moet zorgen dat een jong iemand die er echt wat aan heeft, dat die zo'n prijs krijgt. Leuke vriend, ja. Ja. Ja, maar toen dacht ik, hij heeft wel gelijk. Want het, ja, weet je wel, het is ook een prijs ter aanmoediging. Dus toen heb ik zelf heel erg mijn best gedaan om een jonger iemand te nomineren. Ja. En weet je wie er dat jaar won? Nee. Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf, oh, wauw. Wat leuk. Nou, van harte gefeliciteerd. Even terug dan naar die dodelijke ijsjes. Mensen zijn een beetje benieuwd. Dat is een beetje wat jij... Wat je werk is, toch? Zeg maar dit soort voorbeelden gebruiken om wetenschap wat toegankelijker te maken. Zeg ik dat goed? Ja, en daarnaast doe ik er ook onderzoek naar. Dus ik vind het eigenlijk heel gek dat wetenschappers alles wat ze doen baseren ze op feiten, op bewijzen, op theorie. Mm-hmm. En als ze dan met de rest van de wereld gaan praten, dan doen ze het gewoon op, dat zou ik zelf wel leuk hebben gevonden. Ja. Dus we kijken ook van, ja, wat voor manieren werken nou? En dat van die ijsjes is een heel oud voorbeeld. Het filmpje was ook heel oud, ja, sorry daarvoor, ja. Ja, maar toen dat was zelfs Robert Dijkgraaf nog een kind. Ja, maar dat is een soort klassieke manier om uit te leggen hoe je na kan denken over patronen. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, leg uit, want ik wilde er iets meer over weten. Ik heb een grafiek mee, die hoorde bij dat uitleg. Wat is dan precies het idee daarachter? Ja, dus deze grafiek laat zien, als je hier ziet hoeveel ijs er verkocht wordt en daar hoeveel mensen er verdrinken, ja, dan zie je dat daar een direct verband tussen is. Dus hoe meer ijs er verkocht wordt, hoe meer mensen er verdrinken. Ja. Nou, dan is natuurlijk de glasheldere conclusie dat je ijs moet verbieden. Ja, lijkt me wel. Ja. Maar wat is er werkelijk aan de hand? Jij stelt deze vraag oprecht. Nee, ja. Ik probeer mensen mee te nemen. Nou ja, ik vraag het ook altijd bij kinderen van een jaar of 11 en die roepen al vrij snel, het is het weer. En dat is natuurlijk wat hierachter zit. Dus als het warm weer is, dan kopen mensen meer ijs. Maar er gaan ook meer mensen zwemmen. Oh, ja. En dit is een heel, een heel flauw voorbeeld. Weet je, niemand gaat ijs verbieden door dit soort cijfers. Maar je ziet het dus wel heel vaak gebeuren. Dus dat er twee dingen zijn die een correlatie hebben. Ja. Die iets met elkaar te maken hebben. En dat mensen dan zeggen, oh, maar dan komt het daardoor
Ja. Terwijl dat niet zo is. Nee, precies. Oké, de causaliteit, coraliteit. Dat was eigenlijk wat je hiermee... Ja. Oké, nee, ik heb nog eentje, die vond ik ook leuk. Die nam je ook mee. Even zien. Wat zien we hier? Wat gaat hier mis? Ja, dus we doen onderzoek naar misleidende grafieken en hoe je die corrigeert. En dit is een van onze lievelingsvoorbeelden. Dit is een plaatje wat laat zien hoe lang Nederlanders zijn. Dit zijn die Nederlanders, 1,82 meter. En dan zie je daar rechts mensen uit Indonesië. Ja, ik weet niet of die hier zijn. Zie je ook meestal niet, want die zijn tot onze knieën. Ja, wat gebeurt daar? Ja, wat deze grafiek doet, wat heel vaak gebeurt, is dat de i-as, dus deze as, niet bij 0 begint. Maar die begint bij 152 in dit geval. Ja. En dan maak je verschillen heel veel spectaculairder. Dus dat gebeurt heel vaak. Mm. Maar daardoor vertekenen dingen enorm. Dus Nederlanders lijken hier nog belachelijk veel groter dan ze zijn. Ja. En ja, dat gebeurt heel veel. Ja, dus hier mist nog 1,5 meter, zeg maar. Ja, soms staat er dan nog zo'n breuklijntje. Maar een studentenprojectje wat ik komend jaar wil doen, is kijken, maakt dat iets uit? Volgens mij namelijk niet. Oh ja, wat interessant. En je bent onderdeel van de zogenoemde grafiekpolitie. Ja. Wat doen jullie precies? Wat is dat het idee van? Ja, dus dat is de samenwerking in Leiden met ook mensen van journalistiek die ook veel fact-checking doen en van statistiek. En als we dan zo'n grafiek zien, dan komen we als de grafiekpolitie in actie. En dan geven we een waarschuwing. Dus in een krant of zo, of op een journaal? Op een website, de nieuwscheckersite. En daar staan al die waarschuwingen. En we bellen ook die mensen op. Dat doet mijn collega die dat heel leuk vindt. Vind jij iets minder leuk, merk ik? Ja, ik ben heel conflictvermijdend. Dus ik denk dan ook vaak, ja, god, weet je, ze hadden waarschijnlijk weinig tijd. Het was voor de deadline. En iemand heeft even snel, weet je, een stagiair moest nog een grafiek maken. Vinden ze het leuk om geconfronteerd te worden met hun fouten in de grafieken? Dat is heel wisselend. Dus we hadden bijvoorbeeld een grafiek van het Centraal Bureau voor Statistiek. Ja. En die waren echt super blij. Die zeiden, we zijn aan het experimenteren met nieuwe manieren om onze gegevens in beeld te brengen. Ja, en jullie hebben gelijk, dit is eigenlijk geen goede manier. Nee. Dus dat is top. Met journalisten gaat het vaak lastiger. Dus met de NOS hadden we echt een beetje ruzie. Met de Volkskrant, mijn eigen krant trouwens ook wel. Echt? Ja, die zeggen dan van, ja, maar wij hebben hier allemaal handboeken waarin staat hoe het moet. En die zeggen wat anders dan jullie. En het is niet alsof wij, weet je wel, wereldvreemde academici zijn. En we zeggen van, ja, maar het gaat niet om wat in een handboek staat. Het gaat om hoe mensen zo'n grafiek lezen. En dat onderzoeken we ik ook. Ik vind het echt... Dus jullie bellen de NOS. En dan zeg je, er klopt iets niet met de grafiek. En dan gaan ze een beetje cocky lopen doen. Ja, ze zeggen, ja, maar dit is toch gewoon, ja, kan je dat dan bewijzen dat deze grafiek niet doet? Denk ja, nee, ik heb niet een onderzoek gaan specifiek naar deze ene grafiek, maar ja. Je wint dus €10.000 met die irispenning. Weet je al wat je ermee gaat doen? Ja, doen wat ik eigenlijk een paar jaar geleden van die vriend te horen kreeg. Dus zorgen dat het bij jonge mensen terechtkomt. Dus we leiden in Leiden heel toffe studenten op. Cool. En die gaan nieuwe projecten doen en daar is geld voor. Oké. Nee, dus we gaan het niet straks verbrassen in een kroeg na afloop. Nee, helaas. Oké. Dankjewel voor alles wat je doet. Gefeliciteerd nog met je prijs. Ik heb hier een verrassing, een chocoladerepen, want daar hou je van. 2 kaartjes voor Artis. Pas op voor het Leeuwenverblijf. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Jonica Sweets. Jullie bedankt voor het komen. Ja, lekker zitten. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond op naar de morgen. Hoi. Ik heb wat kijkersonderzoek gedaan. En wat blijkt nou? Alleen de 10% leukste en aantrekkelijkste kijkers abonneren zich op dit kanaal. Ik weet niet wat jij doet, maar ik zou er wel bij willen horen. Snel, abonneren.